Caroline van Ede heeft na jaren zwijgen besloten om naar buiten te treden over alles wat ze met de TV-familie Meiland heeft meegemaakt. En als dat allemaal waar is, dan hebben Erika en Martien Meiland een behoorlijk masker op als de camera aanstaat. Ze zijn in het echt onmenselijke wezens, schetst de gewezen huisvriendin. De meilandjes hebben zich volgens Caroline van hun verschrikkelijkste kant laten zien toen het in hun Franse château misging met huishoudster Amanda, die via een uitzendbureau was ingehuurd. Amanda is echt een soort engel die hier neergedaald is op het chateau, die gewoon vier uur per dag staat te strijken, legde Martin destijds uit in de soap. Hij was naar eigen zeggen heel blij met deze amanda. Zij vindt het heel leuk, relaxed. Om elf uur een kopje koffie en twee suikerklontjes voor Amanda. Ja, het is echt ontzettend geweldig. Dan gebeurt er iets vreselijks. Martin toentertijd, Ja, het is vandaag een hele slechte ochtend geweest. Ik werd gebeld door een Frans nummer en toen was het onze Amanda, de vrouw die voor ons strijkt. Die zegt, Erika, Erika, ici, ici. Ik dacht, wat is er? Voordat ik Erika ga roepen, loop ik er wel heen. Hij vervolgde: Ik kom hier, en ze ligt helemaal met die beentjes en het hoofd helemaal zo. Ik denk: Wat is dit? Ze is gevallen. Allemaal water om zich heen. Toen ging ze overgeven en spugen, maar op de rug, dus ze stikte bijna. Het was zo vreselijk om te zien. Het valt in de bewuste aflevering op dat alleen Caroline in tranen is. Ze snikt als je een vrouw zo hulpeloos en helemaal in paniek op de grond ziet liggen en ze kan zich niet bewegen en ze is zo bang en ze klampt zich uit angst helemaal aan je vast. Ja, dat doet wel wat met mij. Die vrouw was zo hulpeloos. Ze oppert na afloop bij de familie om een EHBO-cursus te volgen, maar dat vindt de rest overbodig. Wel toonde Martien zijn medeleven, ik vond het zo erg en ze zegt dan ook nog excuses, terwijl dat arme kind op de grond lag. Hoe ging dit nou echt? Caroline zegt in de story: Amanda heette ze. Ze gleed uit in de waskamer en viel op haar hoofd. Met een gapende wond tot gevolg. Die drie begonnen hysterisch te roepen. Martin riep: Die strijkvrouw is met haar kop op de grond gevallen. Wat is er met haar? Want ja, ze maakte een gorkelend geluid. Ze vervolgt: Ik heb haar in mijn armen genomen en zo drie kwartier met haar gewacht op een ambulance. Ik dacht dat ze zou sterven. En de meilandjes, die belden de cameraploeg dat ze dringend moesten komen filmen, gingen verder met hun bezigheden, en lieten ons daar zitten. Ik zeg het, geen enkel empathisch vermogen hebben ze.